Goedemorgen, welkom bij een nieuwe video van Poldervissen met Schenky. We gaan vandaag vissen met twee echte klassiekers van Salmo. De Fatso en de Slider. En we gaan een paar snoeken vangen. We beginnen de visdag in een poldersloot waar behoorlijk veel op snoek gevist wordt. Om de drukte te vermijden, zorg ik ervoor dat ik hier ben zodra het licht wordt. Zo, ik ben nu een kwartiertje bezig ongeveer, in deze poldersloot. Het is nog niet veel. Ja, koud, dat is het. Ah, los. Ja, dat was zonde. Ik gooide daar in het hoekje. En ik trek langzaam die Fatso hierheen. Mooie aanbeet. Klein poldersnoekje. Maar helaas voor de kant schoot hij los. Dus misschien liggen er nog meer. Nou, ik heb dit stuk aardig uitgegooid nu. Dit is waar ik die snoek net miste en helaas, hij had al haak gevoeld denk ik, dus hij wilde niet nog een keer. Maar wat we dus doen is eigenlijk schuiven we dus iedere keer een stukje op tijdens het poldervissen. Nou ja, zoals nu kom ik op een nieuw stukje water aan. Een nieuwe stek. En wat ik dan eigenlijk doe is als allereerst bijvoorbeeld een paar worpen die inham in. Dan een paar worpen naar de overkant. En als ik dit dan ook helemaal heb uitgevist, voordat ik dan daarheen ga lopen naar mijn volgende stek, zorg ik dat ik eerst het kunstaas langs die kant getrokken heb. Want als de snoek ligt en wij gaan daar langs lopen, hebben we misschien al lang verjaagd. En het mooie aan die poldervisserij is natuurlijk de omgeving. Hè? Je zit in de natuur, je zit tussen de schapen en de koeien en de watervogels. En tussen de oude televisies. Poldervissen is voor mij veel verkassen. Tijdens een visdag loop ik veel kilometers. Als ik een stuk water zonder resultaat nauwkeurig heb uitgegooid, kies ik ervoor om te verplaatsen naar een nieuwe stek. We zijn aangekomen op de tweede stek en ik zie dat het heel hard stroomt. Uit ervaring weet ik dat het geen goed teken is op deze plek, dus ik maak maar een paar worpen en ga hier verder niet te veel tijd in steken. Om op de derde stek te komen, staat onze behoorlijke wandeling door het boerenland te wachten, inclusief smalle bruggetjes en hekken waar we overheen moeten. Morgen! Ja. Oh, ik ben helemaal kapot. Dit ziet er veelbelovend uit. Hier wordt amper gevist en in dit soort water kun je over het algemeen goed snoek vangen. Ja, hangen. Kleintje. Maar het is in ieder geval vis. Klein poldersnoekje op de Salmo Fatso. Er moet een vast grotere zitten, denk ik. We gaan hem terugzetten. En wat ik vaak doe als ik in zo'n dwarsslootje gooi, zoals nu, dan die eerste meters hou ik eigenlijk gewoon mijn hengel hoog, omdat het daar onwijs ondiep is. Dus kan ik toch mooi het kunstaas er doorheen vissen en nu kom ik weer in een diepere deel. Dan doe ik mijn hengel weer wat lager. Maar ook die dwarsslootjes, die ondiepe dwarsslootjes, daar liggen ze gewoon. Dus die pak ik altijd even mee. Ja.
Weer een kleintje. Ik heb nu toch wel een paar aanbeten gehad op felgroene kleur. En nu twee visjes erop gevangen. Dus nou, we gaan hem snel terugzetten. En dan gaan we nog even door. Het is nu bijna december en we hebben vannacht de eerste nachtvorst gehad. De watertemperatuur is onwijs gezakt en je merkt dat de vis zich daaraan aanpast. De snoek is zich aan het volvreten voor de naderende winter en kiest makkelijke prooivissen. De visserij is in deze periode traag en dat matcht niet met kunstaas dat je snel moet binnenvissen. Daarom vissen we vandaag met hardbaits met een rustige flankactie die we rustig binnen kunnen vissen. De Salmo Fatso en de Salmo Slider. De Fatso en de Slider zijn echte klassiekers, bijna 20 jaar oud en ideaal voor de poldervisserij omdat het erg geschikt is voor het vissen in ondiep polderwater. Bij die poldervisserij probeer ik eigenlijk ieder hoekje te benutten. Mogelijke schuilplekken, bruggetjes, hoekjes, gaatjes, duikertjes. Ik probeer eigenlijk gewoon alles af te vissen. Dat zijn toch wel... De hotspot. Ik vis vandaag met een kort baitcaster setje. Mijn hengel is de Salmo Slider Stick. Een super lichtgewicht hengeltje van 1,80 meter met een werpgewicht van 40 tot 100 gram. Die korte lengte vind ik fijn omdat je veel met de hengeltop naar beneden vist. Daarnaast is die korte lengte ideaal voor het maken van onderhandse worpen en korte worpen onder bijvoorbeeld bruggetjes of boomtakken. Op de Salmo Slider Stick zit een Loose BB1 Pro Series reeltje. Dit reeltje is lekker licht en compact en is geschikt voor het vissen met zwaar kunstaas als de Slider en de Fatso. We zijn nu op een van onze laatste stekken van vandaag aangekomen. Deze stek is nieuw voor me, maar het ziet er veelbelovend uit. Hier gaan we eens een paar salmo's laten zwemmen. Ja, hangen. Derde poldervisje, ik ben er blij mee. Ik was juist eventjes gewisseld naar een Salmo Slider. Hele rustige, sierlijke actie door het water. En eigenlijk bij de eerste worp na het wisselen, harde ram erop. Mooi poldervisje. De Salmo Fatso is beschikbaar in twee maten, 10 centimeter en 14 centimeter. De Fatso is verkrijgbaar in felle kleuren en realistische kleurpatronen. Polderwater is vandaag vrij troebel. Een snoek is toch een zichtjager, dus ik vis het liefst met een felle kleur. Maar in helder water kan een natuurlijke kleur ook een echte killer zijn. De Fatso heeft een luie actie met een mooie flank, als een aasvis die langzaam vooruit sjokt. Om die actie te creëren hoef je eigenlijk weinig te doen. Je kunt de Fatso ontzettend makkelijk binnenvissen door hem eenvoudig langzaam binnen te draaien met tussenpauzes. Ik vis nu met 10 centimeter Salmo Fatso. Kunstaas met een ontzettend luie, flankende actie. Ideaal voor deze omstandigheden. Het is wat kouder. Die vis is traag. Je kunt hem onwijs makkelijk binnenvissen. Door eigenlijk gewoon rustig binnen te draaien. En korte pauzes. Pauzemomenten in te lassen. Dus je mag het kunstaas best wel af en toe even stil laten vallen. Eigenlijk is het niet meer dan dat. De Salmo Slider is beschikbaar in maten van 5 cm tot 16 cm en net als de Fatso zowel zinkend als drijvend verkrijgbaar. Je zal zien dat er kleine stickertjes op de rug zitten, of eigenlijk op de staart. Hier een S'je en hier een F'je, dat is dus voor sinking en floating. De Slider ziet er anders uit dan de Fatso, heeft een hoog profiel en is een stuk slanker. Dit is een glider jerkbait en die glijdt van links naar rechts door het water. De actie is dus anders als de luie actie van de Fatso, maar kan in deze koude periode van het jaar perfect langzaam jerkend binnengevist worden door korte tikken met de hengeltop te geven. Daarbij is het belangrijk dat je voorkomt dat er slack in je lijn valt, oftewel dat je lijn slap valt, omdat je daardoor moeilijker aan kunt slaan bij een aanbeet.
Nou, ik weet niet wat dat was. Joh, dat was vis. Ik was rustig aan het binnenjurken. En ik krijg een ram op die hengel. Bizar. Een dikke kolk erbij. Maar ja, ik maakte een fout, denk ik. Dus ik weet het niet. Ik sloeg niet aan. Jammer. Daarnaast kun je de slider ook langzaam binnenspinnen. Ook hier zijn de tussenpauzes belangrijk. Je mag de slider best een paar seconden stil laten hangen. Met name de zinkende versie van de slider is hier erg geschikt voor. Ja, hangen. Dit is beter, Erwin. Nou, valt eigenlijk wel mee. Hoppatee. Nou, ze worden groter. Het is toch een geweldige visserij zo. Lekker in de polder. Kop leeg in de natuur. Mooie snoekjes vangen. Top. Vond je dit een leuke video? Geef dan even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien? Vergeet dan niet te abonneren op het kanaal van Salmon Benelux. Ja, ik denk dat ik gewoon nog even lekker door ga vissen. Mazzel!